Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video die ik in samenwerking maak met Bruinzeel Keukens. Want ik ga weer een keukentour doen in het fantastische huis van jou, Jip. Ja, hallo, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ja, op de achtergrond al een hele mooie keuken, maar het interieur is ook heel erg mooi. Dus we maken er maar een home en een keukentour van en ik kan niet wachten. Nou, leuk. Ik ga jullie rondleiden. Kijk maar snel verder. Maanden in het nieuwbouwhuis. Ik ben helemaal van scratch begonnen. Ja, dat klopt. Dus je kon eigenlijk van de tekening bepalen waar alles zou komen. Ja. Ja, dat was wel best lastig, vond ik, want je weet natuurlijk niet hoe groot het wordt. Was het al meteen de bedoeling van, joh, we willen hier aan de voorkant de woonkamer en aan de achterkant, of met de keuken natuurlijk in het midden? Ja, de inrichting was eigenlijk wel bepaald in deze woning. Dus hier kwam sowieso de bank, want die past daar niet. En de keuken moest in het midden. Dus uiteraard. En je interieurstijl, is die helemaal anders geworden sinds jullie hier zijn gewoond? Ja, ben je anders, helemaal losgegaan? Ja. Voorheen was het veel donkerder en donkere kleuren, donkere vloer. Nu is het een beetje wat lichter, wat rustiger. Ik hou heel erg van het strand, dus ik dacht, nou, dat haal ik een beetje mijn huis in. Ja, dus even gewoon de rustige, kijk, mooie zandkleurige bank. Ja, misschien deze panelen. Ja, ook. En de tint op de muur zijn allemaal wat... wat lichter, wat rustiger. Nou, de keuken is bij binnenkomst niet te missen. Want je komt nee, de trap op en boem, daar staat de Black Beauty. Zo in het midden. Maar het was dus eigenlijk gewoon vrij logisch dat jullie gewoon een keuken centraal in het midden van het huis wilden. Ja, ja, je komt wat je zegt binnen en we wilden echt zoiets dat je had van wauw, hier is de keuken, zeg maar. Nou, dat is denk ik wel gelukt. En waarom een zwarte met hout? Ik vind het wel een hele speelse keuken. Ja, ja, ik vond helemaal zwart zo donker. Omdat ik hou van licht en het is hier lekker licht. Dus ik dacht, nou, helemaal zwart vind ik dan weer te. Dus we hebben het een beetje gewisseld en dan hebben we naar onze meubels gekeken. De tafel, tv-meubel en daar matcht die mooi bij. Ja, grappig dat je het zegt, want dat is een beetje eiken, hè? Ja, het is eigenlijk gewoon eiken. Komt ook weer terug in de salontafel, eettafel. Ja. Dus daar heb je wel een soort van ja, over nagedacht. Weet je wel. En ik zie een hele mooie, het is een beetje industrieel, toch? Het lijkt wel een beetje roestig. Ja. Ja, klopt. Een beetje metaallook is het. Ja, was dat ook meteen de eerste keuze? Dat jullie bijvoorbeeld gingen naar... Want jullie hebben deze bij Bruinzeel Keukens. Dus je ging naar de showroom en je dacht niet meteen... ik wil echt mat zwart, maar ik wil wel iets met een werkje erin. Ja, nou we hadden eerst heel veel keukens bekeken, want ik wilde eerst wit. Oh. En mijn vriend wilde zwart. Ja. Toen dachten we, nou dat wordt hem niet. Dus we hebben heel veel bekeken en toen hadden we een afspraak. En dan ga je al die frontjes bekijken. En toen wisten we eigenlijk wel gelijk van... nou, het wordt wel in de buurt van zwart, maar... wel met een beetje een werkje erin. Dat vind ik wel mooi. Nou, wat we graag wilden voor de keuken was een warm waterkraan. Zodat we geen lelijke waterkoker meer op het aanrecht hebben. En het is gewoon ideaal voor het koken. Verder hebben we nog een inductieplaat. Omdat het nieuwbouw is. Dus er zit geen gas meer. En we hebben ook een combi-magnetron. Nou, dat is ideaal. Nee, in deze oven maak ik het liefst lasagne. De eyecatcher van de keuken zijn natuurlijk deze hele mooie... tegeltjes. Ja. Is dat eigenlijk een subtiel haakje naar de liefde voor het strand? Misschien een beetje, maar ik had het gezien op Pinterest en toen dacht ik, die wil ik ook. Ja, echt superleuk. Ja. Ik vind het echt, het maakt gewoon omdat dit zo lekker donker is met dat natuurlijke. Ik vind het toch wel eigenlijk wel een beetje... houdt het toch wat dichter. Ja, een beetje bij die beach vibe waar je zo van houdt. Dus dat klopt. Is echt, echt heel erg leuk. Ik vertelde net al dat jij en je vriend naar de showroom zijn gegaan van Bruinzeel Keukens. Ja. En gewoon met frontjes hebt staan... schuiven, ja, als het ware. Klopt, dat klopt. Maar je hebt ook een handige moodboardmaker. Okay. Kun je gewoon online kun je frontjes uitzoeken, bepaalde keukens, of je nou een heet waterkraan. En heb je gewoon een heel handig online moodboard. Oh. Dus dat is misschien voor het leuk. Uiteraard zit de eethoek. Ja. En was het al meteen logisch dat hier een ronde tafel zou komen? Of heb je daar nog over getwijfeld? Nee, dat was voor mij wel duidelijk. Okay. Ik vond een ronde tafel zo mooi. Ik dacht, die moet er komen. En ik zie hier ook wel een beetje een hele mooie eyecatcher van een lamp. En deze kast. Ja. Toch nog een beetje een industriële vibe dit huis. Ja. Ja, dat vind ik ook wel wat hebben. Ja, is het een beetje wat je vriend gewoon heel erg leuk vindt? Of zijn twee stijlen een beetje samengekomen? Ik denk dat het mijn keuze is en hij gaat akkoord.
de keuken is er uiteindelijk niet te missen. Staat midden in de woonkamer. En maar hoe zorg je er uiteindelijk voor dat de keuken, of hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat de keuken gewoon mooi blendt met de rest van jullie huis? Nou, omdat de keuken zo uitspringt en best wel donker is, dacht ik, dan hou ik de rest wat rustiger. Dus de gordijnen heb ik wat rustiger en de vloer is wat lichter. Ja, dan springt die keuken er wat meer uit. En nadat de keuken kwam, heb ik de accessoires, zoals de kast, vond ik er wel mooi bij passen, uitgekozen. Dus zo heb ik dat gedaan. Oh, dus uiteindelijk vormde de keuken de basis voor de rest van jullie interieur. Ja. Wat grappig. Ja, leuk bedacht. Ja. En ik vind deze cirkel ook heel, want je zegt de basis rustig, maar toch heb je hier iets bijzonders gedaan. Ja, die muur was zo leeg. Ik dacht, daar moet nog ook iets leuks. Dus vandaar het rondje. Nou, we zijn nu in de slaapkamer. Deze kamer is helemaal af. Ik heb ook weer het strand naar binnen gehaald, zoals je ziet, in de lijstjes. Rustige kleur op de muur. Nou, ik vind paars een hele leuke kleur, zoals je ziet, op het dekbed. Lekker fris kleurtje. En ik heb hem ook in de hal doorgetrokken als een toetokleurmuur. Nou, Jip, dankjewel voor deze inspirerende home- en keukentour. Nou, graag gedaan. Leuk dat jullie er waren. Ja, je hebt me helemaal weer geïnspireerd. Ook vooral met die tegels. En ik vind het echt een goede keuze van keuken. Dankjewel. Wil je nou meer weten over de handige moodboard maker van Bruinzeel Keukens? Check dan onderstaande link. En binnenkort ga ik weer binnenkijken in een inspirerende keuken. Dus vanuit Lisse, tot de volgende video.